Deze beschouwing die gaat over een aha-erlevenis die ik heb gehad vandaag. <laughs> ik zal het even uitleggen. Ik ben deze week begonnen in de onderhoudsdienst, de ondersteunende dienst van de gehandicapte zorg hier in Arnhem. Dat is een private onderneming... En Werken heel veel mensen, 2500 man of zo. En ik zit dan in de huishoudelijke dienst. Dus bedden afhalen, gangen dweilen, stofzuigen, stof afnemen, wasmachines aanzetten, uh, T-shirts onderbroeken opvouwen. Nee, dat soort dingen. Dus eerzaam werk. Eh? Klaar. Het enige wat je kan zeggen, ja, maar Perry, jij hebt een diploma als ingenieur. En ik vind het een beetje raar dat de samenleving blauw heeft gelegen om jou te kunnen laten studeren. Want heb je mooi acht jaar lang op kosten van de samenleving eh, allemaal domme dingen kunnen doen met die eh, zogenaamde vriendinnen van jou, die toch alleen maar vreemd gingen? <laughs> En dan, uh, dan ga je ons terugbetalen met een beetje de afwaslopen doen voor uh, gehandicapten. Ja. ja, ik heb daarnaast mijn officiële werk nog. En dat is, uh, ja, dat is het werk waar ik mijn opleiding voor heb genoten. Ik, heb, ik ben afgestudeerd in de studierichting Milieuhygiëne en dan Orientatie Lucht. En de helft van mijn doctoraal ging over informatica. En... Ja, bij de, nou, ik heb tijdens mijn studie echt heel veel geprogrammeerd. Ook in mijn vrije tijd en ook... Ja, bij, de, bij, bij het officiële gebeuren. Je mocht heel veel dingen kiezen. Dan, ja, je mocht in feite je eigen vakkenpakket samenstellen binnen bepaalde marges. Maar in principe had ik bijvoorbeeld uh, het vak vrouwenstudies uh, ook kunnen toevoegen hoor, mijn kandidaats B. <laughs> dat heb ik natuurlijk niet gedaan. Vrouwenstudies, dat, uh, daar ben ik inmiddels achter. Uh, vrouwen, daar moet je helemaal niks mee doen. <lacht> <Ja>. <lacht> Waarom zou je ze bestuderen? Ja, dat was, je had vrouwenstudies. Serieus hoor. Dat kon je in Wageningen doen. Dat kun je ze opnemen in je kandidaatsdinges. Uh, ja, ik doe er ook uh, vrouwenstudies bij. Dat vind ik echt belangrijk. <laughs> ja, ja, ja. Ik heb heel veel uh, informatica gedaan tijdens mijn studie. Dus eigenlijk. Ja, dus programmeren is echt mijn ding. Ja. Dus. En dat doe ik dan, dat doe ik nu geheel in mijn vrije tijd. Niet meer voor klanten. Ik wil helemaal de handen vrij hebben, alles kunnen doen. En ja, ik wil nog wel klanten bedienen hoor. Er is dus één klant die blijf ik wel bedienen. En die is dan ook mee akkoord dat het systeem is zoals het is en er gaat verder niet gek veel meer gebeuren. Ik ga aan die kant van de lijn, ga ik niet meer innovatieve dingen doen. Ik ga verder werken aan de basis, aan de fundamenten. En daar kwam ik niet aan toe. Ik was alleen maar bezig met, uh, ja, met de buitenkant van het systeem op te vraaien en op te leuken, terwijl de fundamenten nog niet, nee, nog niet af waren. Niet dat, ze, uh, dat het boel in elkaar stoort of zo, helemaal niet. Maar het kan allemaal veel strakker, veel beter. Dat weet ik. Goed, dat is een heel lang verhaal over softwareontwikkeling. Hoe dat... Net als een Amsterdamse processie gaat dat drie stappen vooruit, twee stappen achteruit, drie stappen vooruit, twee stappen achteruit. En nu doe ik een paar stappen achteruit, om vervolgens weer drie stappen vooruit te kunnen doen. Anyway, dat de, 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 de is allemaal terzijde. Ik kwam daar dus achter. Want afgelopen dinsdag, ik heb twee diensten gedraaid. Dinsdag heb ik een dienst gedraaid en vandaag is het vrijdag en dan heb ik weer een dienst gedraaid. Die collega's van mij, hartstikke leuke, aardige, vriendelijke mensen. En die zijn natuurlijk allemaal opgeleid in die business van de gehandicaptenzorg. Ik helemaal niet. Ik heb niet eens een diploma afwassen of zo. Maar ik kan wel afwassen, en ik kan wel een wasmachine aanzetten. En ik kan dweilen en ik kan afstoffen en nou, ik kan die dingen wel. Dus ik ben dan lekker met mijn werk bezig en ik ben dinsdag begonnen en dat was heel laag niveau. En het zijn mensen die, ja, als het, als het nog minder is, dan, uh, ja, dan, dan heb je wezens die alleen maar, ja, die moet je intraveneus voeden denk ik. Ze dus moeten een slang in met voedsel en... Ja, er komt er dus een hele hoop ontlasting uit en dat is het dan. En hun kunnen dan nog iets. Ze kunnen bijvoorbeeld schreeuwen, zoals een papegaai of een chimpansee of zo. Gewoon krijzen. Dat is het enige wat ze kunnen. Uh, nou, dat is niet helemaal waar, want uh, van de zes man die daar in, in die, uh, op die locatie zaten, gingen er vijf naar, de, naar het activiteitencentrum. En daar doen ze nog wel wat, maar ze kunnen niet lopen, bijvoorbeeld. En ze kunnen niet praten. Uh... Nou, ik weet niet wat ze daar met hen doen, hoor. Op het activiteitencentrum, flauwe ding. Er was één jongen en die ging dus niet mee. En die zat op een waterbed van iets van 4 bij 4 meter of zo. De hele ochtend, hè? En die, uh, ja, die kreiste dan. Niet in één stuk door hoor. Er zat wel een beetje muziek in, maar. Ja. En dan deed hij van, ja, hij zat dus op zijn billen en dan greep hij zijn voeten beter. En dan. Ja van die oefeningen die je doet als je... veel yoga doet of zo. Zo helemaal zo buigen over zijn knieën heen... en maar hij leek me wel lenig. Maar dat was het enige wat hij deed... de hele ochtend. En er was zo'n vrouw die bleef dan achter bij mij... Dat was gezellig, wat aardig iemand. Kletskaus. En die lette dan op hem... Toen was het een uurtje of twaalf geworden, en toen uh, heeft ze hem buiten gezet. Zat hij daar? Ja, het maakt allemaal niet veel bijster indruk op hem. Hè? En dat krijgt ze dan. Hè? Dat doen ze dan dus ook. Hij ook hoor. Dus, maar anderen ook hoor. Ik ga het niet nadoen, maar ik kan het wel. Maar je kan het zelf ook nadoen. Denk maar aan een papegaai. En toen sprak ik mijn dochter gisteren. De schattenbouw die uh, nam de moeite om haar arme oude vader een keertje te bellen. <laughs> ja, bel je nou pas. Ik had wel weer tijd. Ik wilde wel weer in ze nou eens een keer. Want ze wist dat ik deze week zou beginnen. Had ik haar niks doorgegeven. Ja, kom, maar. zit je wel te wachten. Wanneer belt ze nou? Wanneer belt ze nou? Ah, ze belde gisteren. Het was een leuk gesprek. En toen zei ze tegen mij, want zij zit ook in diezelfde richting. Hè? Niet helemaal hetzelfde. Maar... En daar, zij doet een HBO-opleiding. En die, die gaat dus zo dadelijk. Ja, nu is het ook al zo, nu loopt ze stage. En zij zit dan dus in de categorie begeleider. Hè? Dus degene die ik nu ondersteun, nema. Dat is wel wat leuk, dat ik dan kan zien, uh, ja, um, ja, in feite haar werkomgeving. Hè? Dus ik vertelde die verhalen, nou, daar kon ze wel wat mee. Daar herkende zij wel dingen in, en zo. En ik kon het ook merken aan de vragen die ze stelde, dat ze, ja, dat, ze dat dus wist. Van, oh ja, en is, dan dat, is dat een zus Ja, ja. ...oh, dat is wel een heel laag niveau... ...of zoiets. Hè? Ja. En toen vertelde ze... ...dat die mensen die dan uh, krijzen... ...dat... ...er een verhaal is... ...in de boekjes staat dat dan... Hè? ...dat die... Dat het, ...het gaat dan om mensen die... ...vanaf het ge de geboorte al zo zijn... ...dat is niet iets wat ze op hebben gelopen... ...bij een fietsongeluk met een driewieler... Ja. Vanaf, het, eh, vanaf de conceptie was het waarschijnlijk al fout. Vanaf ja, de, de conceptie zat het al fout. Of vlak daarna. Het zijn hele, hele ernstige afwijkingen. En dan zijn we dochter van, ja, die mensen, die hebben dus, dat vond ik een heel plausibel verhaal. Die mensen hebben wel een volledig uh, geest. Dat nou, moet je dan... Geest is niet helemaal het goede woord. Dan denk ik aan mind, hè? Ik zou willen zeggen, wil. Die wil. Dus iedereen. De wil is een begrip van Schopenhauer. Hè? Dus de wil is de veroorzaker van alles, ook van jou. Maar ook van alles. De sterren, de maan, de aarde. Maloten die denken dat de aarde plat is, uh, zeg het maar, de rechting aan wordt allemaal veroorzaakt door één en dezelfde ondeelbare wil. Dat is, ja, naar de mening van Schopenhauer, en ik sluit me daarbij aan. Maar nou, wie zou het niet willen, jezelf aan te sluiten bij een van de, nou, alleen al zijn erudiciteit, zijn uh, belezenheid, die is fenomenaal. Net als die van Nietzsche, hoor. Friedrich Nietzsche, dat is ook zo'n kampioen. Zijn, ja, hoogbegaafde mensen. En die zegt, ja, als je het niet aanneemt... zo'n zo algemene, universele, ene, ondeelbare wil... Nou, dan kom je er niet uit. In de verklaring van wat het bestaan is... en wat het inhoudt en wat het doel is. Hè. Dan, dan zit je in een zinloze... Ja, jij bent een zinloze zak, moleculen omringd door uh, andere zakken, zinloze zakken, moleculen. Ja, oh, ja laat die moleculen toch vrij. <laughs> Waarom wow, hou je die moleculen gevangen in je eigen lichaam? Moleculenpester. Dus er is één ondeelbare wil en die creëert alles. En die creëert jou ook. Dus dan mag je aannemen dat die. Dat is een. een dat die ondeelbare wil. die is dus in jou aanwezig. Hè? En. jij. met je menselijke lichaam. Hè? Ik mag hopen dat jij. ja, je bent een mens, als ik dit niet horen. Hè? Apen zullen nooit naar mij luisteren. Honden ook niet. En bakstenen ook niet. Hè? Maar mensen wel. Mensen zijn van die. Ja, noem het maar, als je het als machines wil bestempelen. Het zijn informatieverwerkende, ook verwekkend. Informatieverwerkende machines. Dat is de functie van de mens. Dat onderscheidt de mens van apen, van honden, van bakstenen. Noem het maar op. Wij verwerken input. We zijn inputverwerkers. Dan kan ik ook zeggen, prikkels. Dat is er ook weer eentje. Sintuigelijke prikkels. Dat hebben we nodig. Anders dan raken wij meer boring. Nou. En dat is dus die wil. Die creëert de mens. hij gaat echt hartstikke diep, dit. En waarom doet die wil dat? In het geval van de mens doet hij dat om te ervaren. Dus het is een drang tot ervaring. Dus in jou zit die drang om te ervaren. Nou, daar zit dus die drang om geprikkeld te worden. Om die zintuigelijke prikkelingen te hebben. Dat vind je lekker. Denk er maar over na. Dit klopt A tot en met Z. Daarom doen mensen ook aan uh, eetclubjes... Want waarom zou je lekker eten koken? Waarom niet gewoon kijken van nou, we moeten in mijn lichaam? Zoveel koolhydraat, zoveel eiwitten, zoveel dit, zoveel dat. Oké, okay, even de mixen erop. En dan uh, met een rietje, zo'n dik rietje, net als een milkshake. Zo, die we zit er weer in. En dan heb je ook alles binnen voor één dag, toch? Hey, wij willen geprikkeld worden. Een beetje zout, een beetje peper. Nee, wij zoeken die zintuigelijke prikkeling op, we hebben behoefte aan, op alle fronten. Hm. Nou, en nu zit jij dus, als een onderdeel van die ene ondeelbare wil, zit jij in een lichaam wat helemaal geen prikkels kan aanbieden aan die wil. Omdat het lichaam niet functioneert. Snap je? Volg je me nog. Dus je hebt dat lichaam heb je nodig om die prikkels te krijgen, zodat jij die prikkels kan gaan verwerken. En dan voel jij je nuttig. Dan voelt die wil zich. Is die wil tevreden? Is die honger naar prikkels gestild van die wil? En als die dan die wil die prikkels niet krijgt, dan gaat die wil veroorzaken dat dat lichaam prikkels gaat genereren zelf dan maar. Zo er mijn dochter het uit. Dus die mensen die in zo'n, zo ja, ze zijn mismaakt of ze zijn onvolmaakt. Het zijn hele vreemde lichamelijk zien ze er echt niet uit. Heel vreemd zien ze er ook uit, maar die lichamen die doen het dus niet goed qua prikkelaanbieding aan de binnenkant van je denkvermogen. En dan, dan gaat dat lichaam zelf maar prikkels verzinnen. Creëren, moet ik zeggen. In dit geval krijzen. Om toch nog prikkels te veroorzaken om die wil te voeden met prikkels. Je zou kunnen zeggen, uit verveling doen die mensen dat. En die moet je even noteren. Even een streepje bezetten. Dan werken we toen naar mijn AH-erlebnissen. Dat zijn mijn dochter dus. dus. Ze hebben te weinig prikkels. En dus wekken ze zelf die, die prikkels maar op. Ja, ja, ja. ja. Nou, kijk, dat, uh, nou, dat klinkt plausibel, hè? Nou, het hebben we nog over van alles en nog wat gehad. Had ik vandaag had ik iets heel anders. En dat was dat ik schoongemaakt had in de grote woonkamer. En dan moest ik dan van die grote stoelen. Sky. Zo, lekkere zitstoelen hoor. En die moest ik ja, dan even afnemen, afstoffen, dat soort dingen. En ik denk: kom, ik ga even een vochtig doekje over die zittingen heen. Dan hebben we koekkruimels en dat soort dingen. Niet dat het heel vies was hoor. Het was best wel proper daar. Maar hè? ik ben er niet voor de, de katse En in een van die stoelen. daar lag een kussentje. En dat lag niet. Tegen de rugleuning aan of zo. Dan had ik het misschien wel laten zitten. Maar het lag plat op de zitting. Ik denk, nee, daar kan het dus niet, want ik moet erbij met mijn vochtige doekje. Dus ik had het kussentje in die stoel gelegd die daarnaast stond. En toen ben ik het kussentje vergeten. Nou, toen kwam de dame in kwestie waarvan het kussentje was. Uh, die kwam naar binnen. En uh, die begint me toch een partijtje uit de platen gaan, jongen? Ja, ja, nu, nu weet je natuurlijk dat. Kijk. Die mensen konden dus praten. Die, kon dus die van die groep van dinsdag niet. Deze wel. En deze groep, die, die kan heel behoorlijk praten. En met die ene vent kon ik ook wel lachen ook. En, en die andere vrouw, daar kon ik eigenlijk ook wel mee lachen. Ja, eigenlijk was het wel geinig allemaal. Maar deze persoon, die was boos, jongen. En die grapen daar een partijtje uit de plaat. Nou trok ik me daar niks van aan hoor. Dat wil zeggen, ik heb er wel eh, enigszins op gereageerd eh, eh, iets van gezegd van. Oh ja, nou weet ik het en dat zal ik niet meer fout doen. Eh, ja, ik bedoel, ik ben daar ondersteunend. En ik, wat ik natuurlijk niet wil, is dat de patiënten, of mag niet zeggen, bewoners uit de plaat gaan. Met slotverrekening van mijn spullen moet je ook afblijven als je hier zo schoonmaken dan. Ja, dan moet je niet mijn printer op de plek van de scanner gaan zetten en vice versa Dat vind ik niet prettig. Ja, die maakte ik vanmorgen mee. En dan zat ik thuis hier. Uh, was mooi op tijd klaar. En uh, de Clio teruggebracht naar die andere twee uh, Clio-rijders. Die wonen vlak bij elkaar. Dus een eindje lopen hier vandaan. Maakt niet uit. So. En een beetje te mijmeren, een beetje te denken. Toen dacht ik, ja maar wacht eens even. Want, kijk, de moeder van mijn kind... Daar ben ik... Tien jaar lang heb ik daarmee samengewoond. En toen is er scheidingstoestanden en... Uh, allemaal heel, ja, precies zoals het altijd hoort. Zij behoudt het huis. Zij krijgt de voogdij over het kind. En ze krijgt nog een tiet geld mee ook. En ze heeft nooit een reet gedaan in de huishouding. Ze is wel vreemd geweest met Jan en allem Vreemd gegaan met Jan en Alleman. En... Ja, kortom, totaal belachelijk. Hè? En dat mensen gedragen zich, jongen. En het gedroeg zich ook hè, tijdens dat huwelijk. Dat is echt dus niet te filmen, hè. En nu hadden wij in die dagen dat ik daar dus nog woonde met de ega, met mijn ega, de moeder van mijn kind, hadden wij een werkster. Schoonmaken dus, hè. daar zit de linker. We hadden een werkster, want zij vertikte het om schoon te maken. En beriep zich op uh, ja, uh, millennia van onderdrukking der vrouw en dat was nu afgelopen en nu was de vrouw zelfstandig en vrij... En daar hoort iets als afwassen en stofzuigen niet bij. Ja. En ik wilde niet in een varkenstal leven. Dus ja. Of ik moest alles in mijn eentje doen. En daar had ik ook geen zin in. Dus ik denk van nou. een werkster dan. Dus ik. eens in de twee weken met Nooran. Een schat van de mens. Een Turk. Een echte Turk. Van een Turkse familie. <laughs> Daar hadden we een prima deal mee. Als Nooran niet kwam, dan kwam een van haar zussen. En die kende ik ook allebei. Ja, dat was best leuk. Maar dan begon dat gezeik van de moeder van mijn kind... over het werk van die werkster. Of ja, wat we samen deden. Want als de werkster er was, ging ik niet in mijn reet zitten. Ik begeleidde de werkster, maar ik was dan zelf ook druk... Ja, er is altijd wel altijd, altijd dingen te doen in huis. Hè? Al is het maar de post openen en uh, alles sorteren op. Uh, dit moet in die ordner, dat moet in die ordner. Dan denk ik dat soort dingen. Zeg maar. En dan was uh, zij van 9 tot 12, eens in de twee weken. En ik ook van 9 tot 12. Ja, is toch samen even zes uur uh, bezig met het huis. Maar, dat hielp jongen. Poeh. Elke maand zag het huis er beter uit. Hè? En zij, kankerjongen. De moeder van mijn kind, hè? Ongelooflijk. Elke vrijdag als de werkster geweest was, ging die vrouw uit de plaat. Dat werd zo erg, dat ik uh, dat hele idee van de werkster maar heb laten varen. Ik denk, dat doen we maar niet. Want ik heb geen zin om iedere twee weken mijn oren gewassen te krijgen uh, door uh, een persoon die helemaal uit de plaat gaat. Net als die vrouw vanmorgen dus. En daar zat de link bij. Hè? En ik denk, hé, hey, maar wacht eens even. De moeder van mijn kind, die gedroeg zich precies zo als die vrouw die daar intern zat. Exact hetzelfde. Ook in de zin van uh, niet eventjes... want zij had ook tegen mij kunnen zeggen: van... Oh, ik vind het wel prettig dat mijn kussentje ligt in mijn stoel en dit is mijn stoel. Dan hm. zou je alsjeblieft uh, de volgende keer, als je dat kussentje opzij legt, omdat je het schoon gaat maken, er even willen denken dat je hem weer teruglegt. Hm. Alsjeblieft. Ik vind het niet fijn dat mijn kussentje ligt in de stoel van Gerard. Je moest Gerard eens leren kennen. En dan ligt het in zijn stoel, en dan gaat Gerard er gewoon bovenop zitten, en dan heb ik geen kussentje. Of zo, weet ik veel. Hè? Even uitleggen wat er aan de hand is. Nee, dat deed ze niet. Nee, gewoon keihard uit de plaat gaan. Nou, oh, die vrouw van vanmorgen. Ja, de, ik, ze maakt mij de pis niet lauw natuurlijk. Ik heb gewoon tegen haar gezegd: Ja, sorry, ik ben nieuw. Het was de eerste dag. Ik ben nieuw en ik... Ja. Ik zal er voortaan om denken. En dan ben ik er klaar mee natuurlijk. En zij wat doen. En dan nog andere dingen erbij halen. Want ik was ook met de keukentafel bezig geweest. Nou, daar stonden de stoelen ook niet goed terug. Hij zei: boos jongen. En deze stoel hoort hier. En die stoel hoort daar. En dat weet ik veel. Ja, ik had beter misschien een foto kunnen maken van tevoren, ja, op, met mijn polaroid of zo. Ja. Dan <laughs> ik dan die foto erbij pakken, oké, okay, waar stond de groene stoel? Hè? En ik liet dat maar gaan, en dan dacht ik, ja. Hè? Maar bij de moeder van mijn kind uh, liet ik mij raken. Ik liet mij beledigen. Dat gebeurde vanmorgen niet. He? Die vrouw die zit daar intern, die zit er al intern vanaf de, ik weet niet hoe lang, maar die is niet gisteren binnenkomen lopen of zo. Die zit er al heel erg lang en die, die, die kan echt niet op zichzelf wonen. Dat is wel duidelijk. He? Dus die moet begeleid worden en kortom, dat, dat is een bewoner. Dat mag geen patiënt noemen, maar. Uh, Typisch een heel zielig geval. En als zo iemand uit de plaat gaat, dan snap je wel dat ik me dan niet laat raken. Ik ben daar een schoonmaker, punt, meer niet. En toen ze maar door bleef gaan, toen op een bepaald moment kwam de, een van die begeleiders, die kwam weer naar beneden. En die was bij het begin helemaal niet geweest. Maar die merkte dus dat zij nog steeds bezig was over, dat, over die kussentjes. Het ging om twee kussentjes in totaal. En die heeft daar toen uh, even streng naartoe gesproken: van uh, hè, hey, tante Mien, uh, dat doen we hier niet, hè. Of zo. Dat pakte hij heel goed op, by the way. Heel professioneel, die begeleiders in. Ik heb geen verstand van de hele toestanden of zo. Maar met mijn leken oog zeg ik: jeetje, wat een goede begeleiders. Ik weet wel iets van, ah, van hoe noem je dat? Uh, motiverende gesprekstechnieken en zo. Ik, ik heb in de verkoop gewerkt. Ook. En daar worden je ook bepaalde dingen geleerd. Van uh, dit zeg je wel en dat zeg je niet. Nou, die begeleiders daar die houden zich er helemaal aan, hoor. Dus, uh, die zouden zo de verkoop in kunnen. By the way. Dat doen ze niet, want dat is dan is niet hun doel natuurlijk. Maar die mensen die hebben een dermate goed taalgebruik. Als je die goed begeleidt. Die verkopen nog een koelkast aan een Eskimo. Ik zweer het je. Je mag niet zweren, dus ik neem het even terug. Maar hè? wat zeg ik? Een koelkast met een dubbele vriessectie. Ja, maar wat vindt u nou echt belangrijk aan een koelkast? ja heel goed dat is echt een professioneel uh, gebeuren vind ik ook wel mooi hoor aan mijn beroep daar wat ik dan he, tot nu toe heb meegemaakt dat he. je, je, je doet het voor echte professionals vooral die twee van vandaag he. diep respect en dan terug naar de moeder van mijn kind ja die doet hetzelfde maar die beledigde mij. Dat wil zeggen, ik, liet, ik voelde me beledigd. En dat komt omdat ik op dat moment haar hoger inschatte dan die vrouw van vanmorgen. Want die vrouw van vanmorgen die zit al sinds jaar en dag uh, ja, in dat begeleid wonen gebeuren. En dan uh, begeleid met een hoofdletter B hoor. Die worden totaal begeleid. Van, van, uh, van ontbijt tot en met het avondbiedje voor het slapen gaan. Alles. Hè? Van sommigen moeten de veters nog gestrekt worden. En dan de moeder van mijn kind. Ja, die, ja, die kan zelfstandig haar veters strikken. Maar toen dacht ik dus van ja. Maar wat kan ze nou eigenlijk meer dan dat? Dan dacht ik: flippen. Want toen ik daar met die scheiding de, 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 de deur uitstapte. toen is die woning in een rap tempo vervallen. In verval geraakt. Zij ging als een debiel uh, dingen schilderen, bijvoorbeeld. Zonder plan, zonder. Ja, zonder niks. Ja. ja Toen ik daar de deur uit ging, zat alles goed in de verf. Echt. Het zat heel goed in de verf. Een, een mooi behang overal. En toen kwam ik daar nog een keertje om wat spullen op te halen. En hij had me dan dus een pot verf gekocht. En dan was er zomaar lukraak ergens uh, een stuk uh, deurkozijn uh, signaalblauw gaan schilderen. En een ander stuk uh, signaal rood. Uh, en dan iets met geel. En ja, het ademde iets uit van: hier ga ik lekker mee door tot ik alles af heb. Maar, oh jee, het is nu alweer tijd een thee te gaan drinken. En dan stoppen we halverwege maar. En dan gaan we vervolgens met wat anders beginnen. Want we vinden het zo leuk om met het huis bezig te zijn. En zo is ze van de hele woning één grote puinhoop gemaakt. Dus zij kan helemaal niet zelfstandig wonen. we maakt er een bende van. Mijn dochter zei dat ook. Van, ze liet mij een fotootje zien, van kijk, dat is een heel leuk plekje, dat heeft mama zo ontworpen. En dan kan je dan hier gaan zitten en dan kan je in de middagzon lekker een boekje lezen. Ja, dat ziet er wel leuk uit. Ja, ze dochter, dat is ook het enige plekje in de woonkamer wat er fatsoenlijk uitziet. Voor de rest is het één grote rampage. Dus ik keek me zo aan, ze ik, me zo kijken. Ja, zei ze, ik weet wel dat het woord niet bestaat op zijn Nederlands, maar ik vond het wel een toepasselijk woord voor uh, de beschrijving van de situatie. Nou, een rampage, dat bestaat inderdaad helemaal niet. Rampage, dat betekent uh, plundertocht. Dus de woning zag eruit alsof die geplunderd was. Zoiets. Uh, dat bedoelde ze denk ik te zeggen. Als ziet eruit van ja, geplunderd. Eén <laughs> grote panen op. Echt jeetje. En toen die andere, want toen zat ik daar verder over na te denken... en dan die opmerking van mijn dochter dat die mensen dus zo krijzen... omdat ze die prikkels missen. En die wil, die zit op die prikkels te wachten. Nou, en de moeder van mijn kind, die had de onhebbelijke gewoonte... om streken uit te halen. Bijvoorbeeld... Dat ik eventjes naar de supermarkt ging en dan had ik mijn mobieltje laten liggen. En tegenwoordig neem ik dat altijd mee, maar ik woon tegenwoordig alleen. En ja, je zal maar per ongeluk je sleutels uh, vergeten of zo. Uh, ja, dan sta je daar en dan wil je iemand even kunnen bellen hè? of wat anders of zo. Hè? En in die dagen, en trouwens, een mobieltje, dat was ook vrij nieuw voor mij. Begin jaren, begin van de 21ste eeuw. Ja, er was een mobieltje dat had, nog niet eens iedereen had een mobieltje. Dat kon daarna passen. En nu heb ik dan zo'n simpel Nokia-dingetje, die heb ik echt altijd bij me. Dat vind ik ook handig wat simulaat het is. En, Maar toen dus niet. En ik liet mijn mobieltje thuis liggen. En op die mobiele lijn werd ik alleen maar gebeld voor zakelijke dingen. Voor de rest niet. En dan ben ik even naar de supermarkt. En uh, dan kom ik terug. Uh, nou, voor de rest helemaal niks. En dan de volgende dag word ik gebeld door een klant. En, en die zat zeer boos. Je zegt, waarom heb je niet teruggebeld? Ik zeg, wat? Wat is er aan de hand dan? Ja, zei hij, ik heb het gisteren doorgegeven aan je ega. Dat we een dringend probleem hebben. En nou, ik heb netjes gewacht, netjes gewacht, netjes gewacht. Nou, toen werd het later en later en later. Nou, dat is allemaal best, maar nu is de volgende dag. En ik had ook vanmorgen vroeger wel een telefoontje verwacht. Ik zeg, wat is er aan de hand dan? Ik wist helemaal van niks. Nou, die man legde het uit. Dus ik, oh, potverdorie. Nee, maar dat is vervelend ja die klant dat zou ik ook zeggen ja dus uh, nou uh, hè? ga maar aan de slag en, uh, en hou me op, alsjeblieft op de hoogte van de vorderingen van de oplossing van het probleem en het probleem ligt bij jou op je bordje. dank u wel alsjeblieft die klant was echt stikzagreinig. en terecht is dat nou en ik veel, de facturering lag stil of zo ja dan moest die klant niet hebben Nou, ik heb probleem de wereld uit geholpen, facturering weer op gang geholpen, klant gebeld, nou alles loopt weer en uh, nou nog sorry voor, de, uh, voor het misverstand, zeg, ik wist het echt niet. Ja, die man, ik heb het er echt doorgegeven aan je vrouw, hè? Ja, zeg ik. Nou ja, goed, ik spreek er straks wel aan. Dus dan kom ik kom thuis en zeg ik tegen haar van, goh, uh, gisteren toen ik naar de koop op was, hè, heb je toen. Uh, Peter een huppeltje -pup aan de lijn gekregen, ja, zei ze. Zo. Ik zei ja. Zeg, die heeft jou verteld dat er een probleem was, hè? Ja, zei ze. Zo. Ik zei ja. Dat heb je niet aan me doorgegeven, hè? Nee, zei ze. Zo. Ik ben je secretaresse niet. Ik dacht wat? Ik was boos, jongen. Ja, kijk, die trut hola had ik niet gevraagd om mijn mobiel op te nemen. Punt één. Ik heb haar niet gevraagd om mijn secretaresse te zijn. En zij heeft niks te zoeken met mijn mobiele telefoon. Dat is mijn zakelijke telefoon. Dat weet ze drommels goed. Dus toen ik naar de supermarkt was en mijn phone gaat over. Ja, die schiet na vijf keer overgaan en schiet hij in de voicemail. En als ik dan terugkom van de supermarkt, dan staat er op de display één oproep gemist. En dan doe ik klik en dan kan ik zien, oh, Peter heeft gebeld. Klik, dan bel ik gelijk Peter terug. Of ik zie dat er een voicemail op staat en luister ik eerst die voicemail. Had ik gelijk gehoord, ja, ben je hier met Peter? Ik wilde even zeggen, de facturering ligt plat en we zitten hier met smart op jou te wachten. Ik hoop snel van je te horen. Klik, dan had ik, gelijk, dan had ik het gelijk geweten. Maar als zij mijn mobieltje pakt... En dan opneemt en maar... Hallo, ik ben papa. Ja. Zij neemt die telefoon op. <laughs> het, het minste wat ze kan doen... is tegen mij zeggen... gewoon Perry, je telefoon ging over... en dan heb ik hem opgenomen. Dan nou had ik hem nagevraagd... en dan had per se gezegd... waarom heb je dat gedaan? Dat heb ik niet gevraagd. Hè? Dat hoeft van mij helemaal niet. Hè? Maar volgende keer hoef je dat niet te doen. Ik, ik, ik heb er helemaal niks aan namelijk... Het uh, gaat alleen maar over zakelijke dingen en zij heeft de ballen verstand van mijn werk. Zij weet het verschil niet tussen een index en een, uh, een gewone variabele. Echt niet. Dus ze kan ook helemaal... Uh, zij, weet, uh, zij weet niet wat een afschrijvingsmodule inhoudt. En, uh, maar niks. Ja, nee, dan hoef je van mij ook de telefoon niet op te nemen. Dat is punt 1. En punt 2: ook de vraag van: Oh. En uh, nou, dan, dan had ik gelijk in mijn... nou, dan kijk ik wel even, want dan kan ik zien op, uh, binnengekomen oproepen. Gezien, oh, dat is Peter. Ja, mooi zo. Dan ga ik Peter even bellen. Want natuurlijk weet ze niet wat er aan de hand is. Want dan zal ze zeggen: Van ja, dat was iemand. En uh, ja, hij heette denk ik uh, Gerard of zo. Uh, ja, ik heb het niet goed verstaan. Maar uh, ja, kijk maar in je phone. Want uh, uh, ja. Oh, dat hadden minimaal gezegd tegen mij. Dat doet ze niet. Ja, ze laat punt 1 mijn phone niet eventjes vijf keer overgaan. zodat hij in de e-mail schiet. of in de, het, in de voicemail schiet. Dat doet ze niet. Wat het meest voor de hand liggende was. Ja. En ze neemt hem op. En vervolgens geeft ze niet aan mij door dat er gebeld is. Ja, en als zij de phone opneemt. en ze hangt daarna weer op. Ja, dan kan ik op de display. Er staat er helemaal niks. Er staat gewoon een standaard scherm. Dus hoe moet ik weten dat er gebeld is? En is dat een ongelukje? Nee. Dat doet zij... omdat zij... die, die, die prikkel wil. Ze wil prikkels. Zij heeft niet... die... die, ja, die, die, die prikkelvervulling, zeg maar... Die prikkelhonger bij haar die is, uh, die is niet gestild in haar dagelijks leven. En dan, zo zoekt ze dan naar nieuwe prikkels. En dan gaan we Perry even een probleem bezorgen, kijken wat er gebeurt. Ja, want laten we eerlijk zijn, dat geschreeuw van die hele laagbegaafde, het is en blijft asociaal gedrag dat was het ook met die vrouw van vanmorgen... het is asociaal. En die mensen... die neem je dat verder niet kwalijk... want ja, die, die zitten al... sinds jaar en dag... Uh, hè, zijn ze... maar uit het maatschappelijk leven... Ja, weggemanoeuvreerd... Aan, de samenleving... heeft zijn verantwoordelijkheid genomen. En je hebt mensen die hebben dezelfde, hetzelfde gedrag. En die lopen vrij rond. En het gedrag is asociaal. Dus. Je denkt, ja, maar is dat dan. Ik heb het eerder gehad dat hè, de, de zingeving van je leven, dat heeft alles te maken met je moraliteit. Met jouw geven om je medemens. Je ja, medelijden ook. Maar ook dat wat we noemen. Dat heet een empathie. Dat je. En dat je meeleeft met iemand. Ja, iemand komt thuis en, uh, en die heeft een, uh, een topperige, een topdag gehad, man. En die is hartstikke blij en, uh, en dan zegt zo iemand... Nou, ik heb het ontzettend leuk gehad. En, uh, tatatata, en dit is voor elkaar en dat is voor elkaar. En als dit zo doorgaat, heb ik over drie weken dat en dat ook voor elkaar... Hey, maar dan ben ik binnen voor deze maand. Of zo, hè? Iemand is helemaal top, helemaal blij, helemaal happy. Nou, daar krijg ik een goed gevoel van. Maar dan weet ik bijvoorbeeld dat. dat de moeder van mijn kind. Ze heeft gezegd van. Ja, als er iemand dan een leuke dag heeft gehad. Nou, dan vind ik wel dat hij dan. In een, in een café bijvoorbeeld hè, vertelt iemand dat. Nou, dan, dan moet er wel een rondje komen, vind ik hoor. Want anders heeft die persoon iets leuks meegemaakt. En ik dan. Ja? Dus. Dat inlevingsvermogen. Waardoor ik dus een prettig gevoel krijg. Echt een blij gevoel krijg. Als iemand mij een succesverhaal vertelt. Dat hoort bij mij bij de zingeving van mijn bestaan. Dat hoort bij mij bij de moraliteit. Daar is dat één geheel van. En dat asociale gedrag. Dat is zeg maar. Een, een vorm van doodsgedrag. Wat je dan ook ziet bij die, die zwaar gehandicapte mensen. Daar, daar, daar zit geen. Daar, daar zit dus geen creativiteit in. Er zit, en dat mag je allemaal niet verwachten. Er is, er is geen klagen over die mensen. Daar gaat het niet om. Hè? Gaan maar even over de analogie. Ja, het is duidelijk dat die mensen die afhankelijk zijn van zo'n instantie waar ik dan eh, ondersteunend werk voor mag doen. Die, die mensen zijn afhankelijk. Die zijn afhankelijk omdat ze niet, ja, niet gezond zijn. Er is wat mis mee. Ze eten niet voor niets gehandicapt. Ja. Ze hebben een gemis. En dat gemis, dat, de, dat vind je dus ook onder mensen die niet als zodanig zijn aangemerkt. En die dus vrij rondlopen. Terwijl ze eigenlijk ook. Ja, in zo'n nou, bij zo'n instantie zouden moeten zitten en dat er iemand tegen hun zegt van hey zo gaan we niet met andere mensen om. Ja? Dat was mijn ah-erlevenis. Want dat is ook één zo zo'n ding hè, dat, van, dat, je hebt dus de de DSM, de Diagnostic and Statistical Manual van the Mental Sciences. Dat is een handboek en er staan alle verschillende kwalen die mensen maar kunnen hebben, die staan daar, uh, daar gecategoriseerd. En mij bekruipt steeds meer het gevoel van dat je mensen hebt. Met een inlevingsvermogen. Mensen met vermogen tot medelijden die dat automatisch hebben, kunnen ze niks aan doen. Als een ander iemand hun hoofd zien stoten, dan hebben ze als het ware zelf gelijk pijn. Als een ander een, een verhaal vertelt met een tegenvaller of zo, dan zeggen die mensen gelijk heel verschrikkelijk. Oh, wat, wat lullig voor je. Huh? Wat een pech. En je hebt mensen waarbij dat ontbreekt. En dan kan je, wanneer dat inlevingsvermogen en alles wat erbij hoort, hè, als dat niet goed functioneert, nou, dan krijg je afwijkend gedrag. Dan kan je dat afwijkende gedrag wel gaan categoriseren. Maar de oorzaak is dat het inlevingsvermogen, dat medelijdend vermogen, dat is kapot. Want dat is de ziekte. Dus dat is geen ziekte, dat is, er is iets kapot. En hoe krijg je dat weer heel? Ja, ja, ik zou ja dat wordt misschien weer de volgende fase dat ik weer een ah-erlevenis krijg. Dus ik denk van zo moet je het aanpakken. Ik hoop het. Het enige wat ik de, wat ik erover kan zeggen is dat die mensen die geen inlevingsvermogen hebben, geen medelijden. en alleen maar zitten te schreeuwen en op zoek gaan naar prikkels, omdat ze niet genoeg prikkels, die, die prikkelhonger wordt niet gestild door het gewone leven, dus dan creëren ze een kunstmatig leven, waarin ze met opzet dingen in het honderd laten lopen, zodat ze weer prikkels krijgen en dan ha 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 zo hè? Ja, die mensen horen niet in de samenleving. En de samenleving kan alleen maar functioneren met inlevende, medelijdende, om elkander denkende mensen. En de rest die, die kan je missen als kiespijn. Ja, het is bitter, maar wel waar. En, en wat er dan gebeurt met die mensen die zo zwaar gehandicapt zijn, en ik neem die mensen helemaal niks kwalijk. Dat gaat allemaal niet om. Maar uh, punt 1. Ze, ze zijn daar beter af in, bij die instantie waar ik dus nu het ondersteunend werk voor mag doen. Ja? Dan wanneer ze maar aan hun lot over zou laten en dan in de maatschappij. Want ze zeiden, er komen natuurlijk in aanmerking voor een uitkering en dat soort dingen. Maar er wordt helemaal niks. Die mensen kunnen niet voor zichzelf zorgen. Dus ze zijn maar beter af in zo'n instelling. Hè? Echt stukken beter. En ik moet er ook bij zeggen: ze zijn niet allemaal zo. Ik heb er ook twee meegemaakt, of drie. En ja, nou, die vond die, die ik, ja, ik gewoon komisch. Gewoon een hele leuke. Maar ja, ook wel onacceptabel hoor. Want die ene man die vroeg aan mij van, uh, hoe heet jij? Ik zei, nou Perry. Ja, die, hoe heet je van achteren dan? Ja, Perry Winkel. Oh. ja, uh, Perry Winkel. Ik zei, ja, ik heet Perry Winkel. Ah uh, ja. Ik zeg, en hoe heet jij? Nou, oh, die man, dat zeg ik niet. <laughs> en dan zeg ik tegen hem, ja, dat, dat kan ik me goed voorstellen, want tegenwoordig wie kan je nog vertrouwen? Hè? Je kan beter maar voorzichtig zijn. En die begeleider die erbij stond, die moest hartstikke lachen. Ja, je moet er geen punt van maken bij die mensen, je moet er gewoon een beetje geintje van maken. Huh? Maar het is natuurlijk onacceptabel gedrag. Eh, toch, het blijft onacceptabel gedrag. Het hoort niet zo te zijn dat je aan een ander vraagt hoe heet je. En dan vraagt die ander dat aan jou terug. En dan zeg je nou, dat zeg ik niet. Eh, dat, dat is onacceptabel. Nee, eh, dat klopt nog zo. Dus het is maar goed dat die mensen ook. Eh, ze hebben er zelf baat bij. Want er wordt beter voor ze gezorgd dan ze voor zichzelf kunnen zorgen. Dus het is een win-win situatie in, in die zin dat ze in de samenleving ook echt niet te handhaven zijn. Ze, ja, zou je ze als normale personen, als samenlevers of zo gaan beschouwen? Ja, ze doen andere mensen, ze doen krenkend naar andere mensen. Ja, dus er zijn twee redenen om die mensen te isoleren uit je samenleving. Eentje voor zichzelf, voor die mensen zelf. En eentje voor de samenleving. Nou, in deze beschouwing gaat het mij er niet om dat ik nou een, een eindconclusie heb of zo. Ik, ik heb die aha-erlevenis gekregen en dat is een waarheid als een koe. En er komt misschien straks wel nog een aha-erlevenis. En dan denk ik misschien weer iets. Anders over, maar zo grof weggedacht, denk ik dat ik op, het, op een spoor zit hè? Op, een, op een spoor zit. En als ik dan ook kijk naar de moeder van mijn kind met dit in mijn achterhoofd, dat ik als het ware op haar dat beeld projecteer wat ik vandaag gezien heb bij die mensen. Ja, die dus kunnen praten. Nou, bij die mensen die dus helemaal niks kunnen. Dat is dan. een beetje lopen krijzen. Maar ja, zelfs dat kan ik dan ook nog wel op haar projecteren. Maar dan zie ik het zo en dan denk ik: ja, ja. Dan is de moeder van mijn kind zo en zo iemand als een bewoner. van zo'n instantie. En. Ja, waarom zou je je laten beledigen? En waarom. Zij heeft toen al die beledigende dingen gezegd, maar die werden vandaag ook tegen mij gezegd. En vanmorgen trok ik me er echt helemaal niks van aan. Echt helemaal niet. En toen wel, toen dat gebeurde, dat is alweer jaren terug. Is, hè. Het is geen zielig verhaal van mijn kant of zo. Van, oh, 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 zeg, Nou, wat heb ik een hoop meegemaakt. Hè. Maar ik liet mij beledigen. Ik was beledigd. Ik, ik was echt op mijn pik getrapt. Op mijn trotse penis. En kijk ik vanuit dit perspectief terug op die situatie, denk ik, jeetje zeg, wat heb ik me druk gemaakt? Om niks. Om iemand en die, die vertoont onacceptabel gedrag, punt. Dat is een gehandicapte. Ja, toch? En dit weet mijn dochter nog niet: deze aha-erlevenis. Het laatste gesprek wat ik met haar had, dat gaat de goede kant op tussen mij en haar. Ik ben er erg blij om. Erg blij dat ze nu 19 is en het is daadwerkelijk een, een jonge vrouw met een wil en een dit en een dat. En dat lijkt ook ergens op. Ik zie een beetje een patroon. En daar ben ik erg blij mee. En, en zij zit dus in die... In, in dat, dat, dat psychiatrie uh, op de grens dan, hè? Het is niet echt dat ze dan... Uh, Universitair, en als je psychiater wil worden, moet je eerst artsopleiding doen, dacht ik. En dan moet je verder met een masters in uh, psychiatrie. Ja, dat, dat is nog niet in. Maar zij kan wel een masters gaan doen. En ah, zij ze gisteren, en daar heb ik gelijk heel enthousiast op gereageerd. Oh, Wauw, en als je dat zo voor elkaar zou kunnen krijgen. Ja, dat motiveert mij ook wel, want dan ja, heeft ze nog wat extra geld nodig, denk ik dan. Maar... En ik heb niet zoveel geld momenteel, zeker niet als die, ja, met deze carrière, zeg maar, wordt het geen vetpot Maar, maar dan kan ik misschien wat anders verzinnen of zo. Hij dan... ja, zou wel tof vinden als hij een masters gaat doen. En dan in de psychiatrische toestanden. Dat... Want ik heb toch echt het idee dat er op dit terrein, hè, met de niet functionerende medemens, dat daar dat er wat moet dat in, in ons denken en in ons vocabulaire, dus in ons woordgebruik, dat er wat dat moet gemoderniseerd worden. Zo weet ik bijvoorbeeld dat in Engeland er relatietherapeuten zijn die bij de relatietherapie eerst gaan onderzoeken of er sprake is van jeugdtrauma bij een van beide of allebei de partners. Ja, dus twee mensen hebben een relatieprobleem. Hè? Oh, ruzie of whatever. Hè? En dan wordt er niet meer zoals vroeger uh, door de relatietherapeut een soort mediator standpunt ingenomen met als credo waar twee kijven hebben twee schuld. En dat, was, dat is de klassieke manier van de relatietherapeut. Om de dialoog te openen tussen twee personen. En dan kijken of die dialoog op gang komt. Als die dialoog op gang komt, nou, dan een beetje masseren en zo, En dan kunnen die twee samen verder. Komt de dialoog niet op gang, ook niet onder de begeleiding van een therapeut. Nou, dan moet je er maar mee kappen. Dat is de klassieke relatietherapie. En als er sprake is van een jeugdtrauma. Dan, je dus dan heb je in feite een, een geestelijke handicap bij een van beiden. Of allebei. Dan, als die geestelijke handicap er is, hè, doordat er een jeugdtrauma is opgelopen bij een van beiden, dan heeft diegene met dat jeugdtrauma dus de handicap. Dan gaan we eerst wat doen aan die handicap. Of beter gezegd, bij de therapie houden we rekening met het feit dat een van beiden die handicap heeft, en dat die andere dan ook leert wanneer die handicap zijn kop opsteekt. En in het geval van de, de moeder van mijn kind en mij, want wij zijn ook op relatietherapie geweest. Dat als ik dan kwam, gekomen was met die verhalen over die scheldpartijen als er schoongemaakt was in huis. Dat die relatietherapeut dan had vastgesteld van oké, okay, dit heeft weer te maken met dat jeugdtrauma wat de moeder heeft opgelopen. En dan mij erop attendeert van ja, je hebt je toch niet laten raken door die scheldpartijen, want dan ben jij fout bezig. Ze zet je er maar overheen en dat de therapeut dan tegen haar zegt: Ja, we moeten er even over gaan praten, want zo ga je niet met mensen om. Ja? En jij reageert niet conform de situatie. Jij hebt te accepteren dat jouw partner niet in een varkenstal wil wonen, want jullie hebben samen een kind. En die verantwoordelijkheid die draag je of uh, je pakt je koffer, koffers en dan stap jij op als moeder. En dan geef je je man de vrijheid om de woning netjes op orde te houden. Met een ingehuurde huisvrouw. En dan ga jij op afstandje lekker je eigen dingetje doen. Huh? Zo, uh, zo zie ik de relatietherapie versie 2.0 voor me. Die rekening houdt met jeugdtrauma's. Want jeugdtrauma's zijn te behandelen. By the way. Nou, ik vond het wel genoeg geweest, deze beschouwing. Ik hoop dat jullie er ook wat aan hebben gehad. Dat jullie een, ook een, uh, ja. Dat mijn AH-erlebnis. bij jullie iets heeft losgemaakt. Er zijn veel mensen hoor, die. Uh, die ja, die, 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 die hebben het niet makkelijk in deze samenleving. En de samenleving heeft het niet makkelijk met die mensen. Er zijn twee partijen die het niet makkelijk hebben. En daar moet wat aan gebeuren. Ja? En ik zeg heel gelukkig met dit uh, AH-inzicht vanuit Arnhem. Tjus. En dag lieve, lieve, lievelingen.